Wat is goed? Ja. De deur staat gewoon open. Nou, we gaan dingen inzoeken. Yo, hierheen. Nou, we zijn alvast op het terrein. Door de schuifdeur staat te lopen. Zo te zien. En droom nemen hier. Oh, kijk. Allemaal bedjes. Maar, wat zou dit dan zijn geweest? Ja, dat is een goeie. Gewoon random bedjes in een kamertje. Er zit ook niks aan vast. Gewoon om even te slapen of zo. Ja. Ja, dat is wellness, hè. Ja, om uit te rusten inderdaad, ja. Ik denk het wel, zo die boekjes en alles erbij. Ja, het is hier al buiten bij het zwembad, daarachter. Dus ja, zoiets zou het inderdaad al zijn geweest, ja. Een sauna. En daar hadden ook iets van een sauna, denk ik. Daar loopt wel iemand met iets. Oei. In zijn hand. Kom, we nemen jullie mee. Ja, we gaan binnen kijken. Sorry voor de wind, maar... Het waait nogal hard, dus daar kunnen we niet veel aan doen, helaas. Ja, daar proberen. Ja. Hij heeft echt alles leeggehaald, zag je dat? Hij heeft echt alles leeggehaald, ja. Maar kijk, het zwembadgedeelte. Waarschijnlijk zo'n heel koud zwembad deze dan. Ik denk het wel. Ja, stinkt wel. Hier rookhok. Denk ik. Rookhokje inderdaad. Ja. Hij heeft echt heel die inboedel bij die struik staan, man. Ja, hij zegt dat hij zelf de eigenaar is, maar wij geloven dat natuurlijk niet zo, maar... We zullen het vanzelf zien. Kijk, hè. Kijk of dat hij open is. Is hij niet open? Hij heeft wel sleutel, hij is wel eigenaar. Hij is wel eigenaar. Nee, want hij gaat ook via de zomer naar binnen. Ja. Was hij de eigenaar? Nee, dat lijkt me ook niet. Nou mensen, dit zijn de dieven. Ja. Ja, dit zijn dieven. Sleutel werkt goed, niet? Ja. Dat is de moment. Kijk dan, haalt alles leeg. Kijk eens daar mensen. Ze zijn... alles aan het weghalen. Tja. Nou mensen, ik heb van andere urbex gehoord dat hier de schuifdeur ergens open zou moeten zijn. Ja, of dat echt zo is, dat weet ik natuurlijk niet. Oh ja. Nou, die eigenaren die weten dat goed. Hier was de jacuzzi. Ja, hier was inderdaad de jacuzzi, ja. Alles staat aan de plaat. Ja, het is wel echt een goede locatie nog. Duidelijk stoombad. Oh ja. De ijskabine. Cabine inderdaad, ja. Ja, ik heb toch wel belangrijk.
Ja, dit is niks. Dat is gewoon een bezemkast. Zit je op slot? Nou. Goeie slot. Oh, je ruikt ook nog gewoon, hè? Ja. Je ruikt het goed, lekker een onderzeeër. Oh, sorry. Ja. Ik denk dat je hier eten en drinken kon halen. Ja, ja, inderdaad. Een paar drankjes natuurlijk. Hier was de ingang. Oh ja. Kijk dan, hij heeft alles ondersteboven gezet, die zogenaamde eigenaar. Ja, maar we hebben hem op beeld, hè, dus. Zelfs de bril had hij uit het hoesje gehaald om te kijken. Ja, zo kan ik ook eigenaar spelen van het pand. Nou, we weten dus ook waar hij die sleutel vandaan heeft. Wat een zielige mens, hè. Kijk hierachter ook al die sleutels. Wat zou dat van zijn geweest dan? Ik denk dat mensen hier een eigen kluisje hadden of zo. Vaste klanten waarschijnlijk. Wc. Oh, we moeten hier weg. Ja, we mogen niet filmen. Nee. Foto's. Filmen mag wel. Oh ja. Het is gewoon een hele oude. Ja, mensen, zoals jullie zien, staat hier echt gewoon nog alles binnen. Zelfde geurtjes, de shampoos, de... Ja, eigenlijk van alles wat je in een wellness kan vinden. Kijk, zo zag het er toen uit. Oh ja. Dus al die stoelen die nou binnen staan, die stonden dus buiten bij al die parasolen. Ja, die staan daar nou op dat dek. Is failliet gegaan in de COVID-tijd. Ja, inderdaad, ja. Kijk, hier werken ze in België mee, hè. Hier moet je dan je cash en zo in doen, volgens mij. Ja, klopt. Ik was ook een keer bij een tankstation, daar hebben ze dat ook voor. Ja. Een nieuwe ingang voor... De badkleding ligt er zelfs nog. Nou, je kan je dus ook badkleding huren. Of je eigen badkleding misschien laten liggen voor vaste klanten. Kijk dan, ja. Ja, het is... Het is echt niet normaal, hoor. Niet normaal, inderdaad. Alles staat er nog. Ja. Ze hadden zelfs eigen slippers maken. Huh? Oh ja. Eigen slippers, dat is zijn logo. Ja. Hier kon je eigen denk aanmelden en betalen. Maar zoals je hier kan zien hadden ze ook abonnementen. Vanaf een maand, 6 maanden. Het was wel behoorlijk prijzig hier. Ja, maar ik denk dat het ook wel echt een luxe sauna is geweest. Alles ligt er nog. De slippers, de badjassen, handdoeken. Ja. Sleutels van de kamers. Ze hebben echt alles laten liggen. Kijk, hier staan zelfs nog de glazen. En de koeling. Die staat zelfs nog vol. Oh, je ruikt de wijn gewoon. Zo, maar die staat echt nog helemaal vol. En deze dan ook nog. Ja. Flessen water. Alles staat er gewoon nog in. Ongelooflijk, hè? Ja, dit is echt niet normaal dit. Ah, kijk, hier kun je dan eten natuurlijk. Nou, het koffiezetapparaat is al weg. Ja, die hebben we net ingeladen. Ja, die hebben we net ingeladen. Hier de keuken. Het restaurantgedeelte. Of in ieder geval waar je kon eten. Het was wel een heel chic wellnesscentrum. Ja, het was echt een van de toplocaties, denk ik wel.
keuken. Je ruikt de kruiden nog. Urbex Limburg, ze zijn echte Urbexers, zie je wel, ze laten gewoon alles achter. De tags. Echt. We hebben hier een kelder. Kelder pakken. Zullen we eerst hier alles op de bovenverdieping doen, niet? Ja, daar kon je naartoe naar beneden. Oh. Hier ook nog een koeling, die grotere koeling. Kan je er ook nog alles in staan? Schimmel. Ik kan je één ding vertellen, die bosvrucht hoef je niet meer te eten. Dat denk ik ook niet. Er komt een lucht uit. Oh, we gaan hier weg. Oei, joh. Kan je toch gewoon zien dat het lang verlaten is? Dan zijn geweest een wachtruimte of zo. Ja, wachtruimte, ja. Ja, waarschijnlijk wel. Als je bijvoorbeeld in een sauna wou en er is misschien vol. Nou, die nieuwe eigenaar die kreeg het zo op zijn heup dat hij zijn nieuwe magnetron is vergeten mee te nemen. Oh ja. Ja, daar zag ik hem net mee lopen. Ja. Ja, toen had ik hem op beeld en toen heeft hij denk neergelegd. Dit was de sauna. Ja, hier moet je stil zijn, staat erbij. Het is nog een ruime sauna, zo. Nou, oh, die is nog echt groot. Ja, waar dan? Die stenen liggen er nog in. Oh ja. Ik denk dat dit de doucheruimtes waren. Ja, waar dan? Waren de doucheruimtes? Ja, dan kon je eigen douchen als je in de sauna was geweest natuurlijk. Ja, van tevoren met koud water. Ja, inderdaad. Gaaf, man. Ja, gelukkig zijn we hier nog net op tijd bij. Gelukkig wel. Ik denk als we een weekje later komen net helemaal gestrept is hier. Ja, dan was die zogenaamde eigenaar al verder met de inboedel leeghalen. Ja. Kijken. Fleurtje is er ook erbij. Toch hebben ze alles uit elkaar gehaald, hè? Ja. Dus ik denk dat ze toch eer deze dagen een keer terugkomen. Dit zijn kleedhokjes, man. Oh ja. Dit zijn allemaal kleedhokjes. Scherp, scherp. Ja, we kunnen ook nog naar boven. We kunnen naar beneden, kunnen naar boven. Dat zullen we doen, we gaan wel eerst eventjes naar beneden. Ja, wacht even af, hè. Maar hier heb je de wc's. Hier kan je naar boven. Hier was massage en zo. Wow. Wow. Dat is echt niet normaal, hè? Is er geweest. Ik denk dat je hier van alles kon laten doen, maar die kon je masseren worden, ja. Ja. Waxen. Kijk, mijn mond is zo van wax. Oh ja. Ja. Hier kon je van alles laten doen. Waxen, masseren. Dat is eigenlijk niet normaal. Alles staat ook nog, hè? We hebben nog een opslagruimte. Ja, het is failliet en al jaren verlaten. Dus ja. Je zou toch zeggen, de eigenaar zou moeten terugkomen om al zee leeg te halen. Hè? Ja, maar volgens mij werkt dat hier in België anders. Als je dan failliet bent, dan gaat alles op naar de staat, toch? Ja, ja. Een douche. Hier kon je met z'n tweeën. Skin yoga deze hier. Het is gewoon massages. Ja. Gaaf, man. Het is wel echt groot hier, hè? Ja, hier is van alles. Dan snap ik ook wel waarom het zo duur is. Dakterras. Ja, hier kan je op het dakterras.
Dit was het uitzicht dan. Daarachter heb je nog een zwembad. Hier beneden heb je nog een zwembad. Dan nog een sauna cabine daar. Ja, het is echt een geweldig grote locatie. Ja, het is alleen jammer dat ze weer alles mee moeten nemen. Yep. Kijk, hier ligt zelfs wat iets meer. Ja, zie je, een waxwarmer. Dat is gewoon voor wax. Oh ja. Dus hier kon je laten waxen. Wat is dat dan? Om uit te rollen of zo, denk ik. Of zo, denk ik, ja. Kleintje. Dat is maar een kleintje. Fijne bedjes hoor. Ja, dat geloof ik. Ah, opslagruimte. Ja. Ook nog gewoon helemaal vol ook, hè? Niet normaal, maat. Hier, nog één. Eén massagesalon naar de andere. Hier dus op slot. Ja, gewoon nog een kamer. Met alle spullen gewoon er nog erin. Relax. Ja. Dat is waar. Dat is voor je nagels toch? Ja. Dat denk ik wel, ja. Dat is ook nog een opbergkast. Het hier ook zo lekker, hè? Natuurlijk al die producten, hè? Kijk, een hele kan massageolie. Ja, alles hier gewoon achtergelaten. Hot stone massage. Oh. En dat is met die warme stenen, toch? Ja. Die leggen ze dan op jouw rug. Ja, inderdaad. Dat schijnt wel ontspannend te werken. Zelf nog nooit geprobeerd. Een fles iced tea. Ja, maar kijk dan mensen. Kun je dan zo alles achterlaten? Dat is gewoon voor tonnen aan producten misschien wel. Als het niet meer is. Misschien wel glad. Ja, vind dat gek. Weet je wat ik denk dat het allemaal is? Olie. Massageolie, hoor. Ja, een douche inderdaad. Hier kwamen we naar boven. We hebben hier een hele grote kamer. Ja, ik denk dat dit voor partners was. Ja, inderdaad, ja. Ik denk dat je deze kamer kon huren voor een weekendje of zo. Dat je dan hier met z'n tweeën gewoon een wellnessweekendje kon boeken. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Zo'n bubbelbad op de kamer. En een mooie ook nog. Ja. Hier een hele grote regendouche. Mooie tegeltjes, man. Ja, het is niet normaal, hè. Een eigen sauna op je kamer, dus eigenlijk in principe hoef je niet naar beneden. Nee, inderdaad. Ik heb dan even twee personen. Wauw.
Dan weet je in ieder geval zeker als je ruzie hebt met elkaar dat je gewoon nog de sauna in kan. Huh? Dat is een milieukaart. Erg veel hoor, erg veel. Het is ook groot hier, hè? Ja, nog wel. Moet ik zeggen, dat, ja. Rare vloer. Ja, rubber of zo. Ja, dat glijdt natuurlijk niet uit. Ja. Ja, dat denk ik. Ja, kan je wel lachen. Ik denk het ook wel, ja. Met al die massageolie, hè? Naar beneden? Ja, dan gaan we naar beneden, ja. Gooi, je moet zo meteen ook nog naar buiten, dan heb je ook nog sauna's en zo. Ook oh, het ligt onder massageolie. Het is hier inderdaad wel glad. Oh. Oeh, kijk uit. Oh maat, kijk eens. Oh. Daarom staat dit hier dus. Oh ja. Ja, maar waar kom je daaruit? Ga ik nou kijken. Is je lamp hangen? Ja. Nou, kijkers, gaan we even naar de bio-sauna. Ja. Het is wel toevallig dat er meerdere urbexers aanwezig zijn vandaag. Maak je ook niet vaak mee? Nee, ja, dat hebben we normaal nooit, hè? Nee, niet met zo'n locaties, nee. Ja, deze is natuurlijk nu heel bekend aan het worden. Dat was de bio-sauna. Ja. Wat is een bio-sauna? Huh? Ja, ik denk eentje op. Ja. Zou dan nog echt op vuur gaan in plaats van op gas of iets? Dat weet ik niet. Deze, ik denk het wel, want het is toch gewoon een haard of zo? Ik denk dat het nog op vuur was of zo. Ja, hoe zou je ze rook dan af? Ja, dat weet ik ook niet, want er zit een mengpaneel hier boven aan het dak. Daar kwam sowieso water uit en er zit allemaal kalk op. Het is nog steeds best wel warm. Geen sauna temperatuur, maar een graad of 25. Okay. Zo lang mag je erin blijven zitten. Ja, je mag natuurlijk maar een aantal tijd inzitten, anders raak je overhit. Ja, en als die zandloper helemaal beneden was, dan moest je eruit waarschijnlijk. Ja. Maar hij doet het niet echt meer, dus je kan net zo lang blijven als je wil. En de deur is open. Had je de buitendouche? Oh ja. Ja, dat was de buitendouche. Doet hij het nog? Nee. Nee. Het water is afgesloten. Nou ja, als waar is je nou nat inderdaad. Schommelhokje. Ja, dit is het terras waar je kon zitten. Deze stoeltjes stonden vroeger allemaal bij die parasolen. Ja, en hier lagen toen nog allemaal liggenbedjes, maar die hebben ze nou rechts achterin in de hoek opgestapeld. Oh ja. Ja, inderdaad. En ze hebben al een paar jaar niet meer gemaaid, want het staat al leeg vanaf 2021. Het is failliet gegaan in de coronatijden. Huh? Ja, er zijn er veel failliet gegaan in deze branche. Zoals vele meer, chillhoekje, van chillen. Oh ja. Bij de Boeddha. Nog een sauna, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Zo, dit is wel een hele grote sauna. Wauw. Wow, wat ruik ik hier? Nou, dat zijn die stenen die hier ruikt. Die stenen en de hout. Hier had je die bak met water. Hier ruikt wel echt heel sterk, hè? Ja. Dat is echt de hout die ruikt en die stenen. 100%. Ja. Hier zat dan dat water in. Kon je die stenen gooien. Gewoon niet harder te stomen. Ja, en daar heb je nog een zwembad. Deze zandlopers doen het wel. Het is hier minder warm als in die andere. Inderdaad, ja. Dan kon je hier je badjas ophangen. Ik neem aan dat je
naakt of met zwembroek in de sauna moest. Of met een handdoekje. Ik ga wel vanuit. Het zou geen nudiste wellnesscenter zijn geweest. Nee, dat denk ik ook niet, nee. Ze hebben ook buren en die buren, zoals jullie zien, kunnen ook gewoon in de tuin kijken. Dus het lijkt me niet dat hier dan... Dat is een aparte buitendouche. Het is meer zo'n watervalding. Ja. Wat gras echt hoog hier. Ja man, dat is een watervaldouche. Mooi douche, hè? Ja. Weer een baadje naar het zwembad toe. Ja. Je moet goed kijken hoor, want het zwembad zie je bijna niet meer door het hoge gras. Sorry voor de wind mensen, maar ja, daar kunnen we weinig aan doen. Nou, er staat nog water in mensen, dus degene die wil zwemmen. De enige die hier nog zwemmen zijn, denk de kikkers. Kikkers, ja. En dan liggen al die legbedjes. Ja. Ja, wel echt zonde, man. Dat zou zo open kunnen, in principe. Ja, dat zou je wel zeggen, hè. Zwembad leegpompen, een keer schoonmaken, filter schoonmaken en gewoon weer open. Het staat pas 2 jaar leeg, hè. Ja. Maar dat kost denk ik ook echt wel een vermogen om dit weer... Denk ook wel. Bruikbaar te maken. En aangezien het in de kronen al een failliet is gegaan, in het begin, denk ik niet dat ze heel veel omzet hadden gedraaid. Nee, dat denk ik ook niet. En kijk hier een grote tuin ze ook hebben. Hè? Dat is echt niet normaal hoor. Je kon er gewoon honderden mensen zitten en liggen als ze wouden. Makkelijk. Makkelijk. Dan had je daar binnen en had je ook nog zo'n legruimte. Oh ja. Die aanbouw. Ja, dan zullen we nog eventjes heen gaan. Als we door het gras heen komen. Ja, wauw. Ik kan wel echt zien dat hier veel gewandeld wordt, toch? Ja, inderdaad. Het is gelijk allemaal plat gelopen. Ja. Maar dat is ook de reden dat we zo snel zijn gegaan voor deze locatie. Ja, want over een week is deze locatie helemaal plat gelopen. Dat weet ik wel zeker. Nou, schuifpui gewoon open. Ja. Dit is in die bedjes. Ja. Waar je dan kon uitrusten of wat dan ook. Ja, ik denk dat je hier even tot jezelf kon komen. Hè? Ja. Allemaal yin en yang, zeg je dan. Zeg eens hè. Makkelijke bedjes, hè? Als hiernaast er nog is, nog een kamertje. Ik denk dat er ook een douche of iets. Een douche of iets. Of een hitte. Is dat een hittescherm volgens mij? Oh, misschien een infrarood douche of zo. Ja. Zo'n hittescherm, hier kon je gaan zetten. En dat was infrarood of hoe je het ook wil noemen. Ja. En dat kreeg geef warmte af. En dan kon je hier lekker zetten. Ja, ik denk dat je gelijk hebt inderdaad. Oh, hier staat het ook, infraroodcabine. Ja, zie je. Apart man, dat heb ik nog nooit zo gezien. Nee, inderdaad. Kijk of het nu doet. Nee. Nee. Volgens die zogenaamde eigenaar stond er stroom op, maar... dat weet ik niet voor hoe lang. Het is maar hoe je erin trapt. Hè? Ja, inderdaad. Maar die doen we ook gewoon in deze video, dan kan iedereen zien wie het is. Precies. Ken je nog... Want hij zei ook gewoon dat we gewoon binnen mochten kijken en weet ik waar. Dat, ja. Dat hij de sleutel had, maar hij ging niet de deur openmaken. Ja, en dat ze nou alles aan het leeghalen waren en dat ze het niet erg vonden dat wij hier rondliepen. Ja, en ze gaan via het zwembad naar binnen, terwijl daar gewoon een schuifdeur open is. Je mag toch hopen dat de eigenaar weet waar hij een deur open laat staan. Ja, dat denk ik ook wel. En dit waren de terrasjes, hè? Ja. Ja, daar hebben we eigenlijk de hele locatie wel gezien. Ja, behalve de cv-ruimte hierachter. Ja, oh ja, daar gaan we nog wel eventjes heen en dan... De cv-ruimte hierachter. Thank you.
Nou, voordat we weggaan, hebben we nog een cv-ruimte. Ja, en een chlooropslag denk ik, in verband met al die zwembadden. Kijk. Oh ja. Maar chloor. Hier heb je nog een ruimte naar beneden, maar die staat een beetje blank. Ja, daar gaan we maar niet naartoe dan. En dat loopt ook dood. Ja, dan is dit hier het nog. Hier heb je die cv-ruimte. Ja, daar kan je op gaan staan, maar het is gewoon RVS. Oh ja. Ja, dit was van de zwembaden. 100%. Nou mensen, dan we gaan weer naar de auto. Nou mensen, bedankt voor het kijken. En we hopen jullie volgende week zondag weer te zien bij een nieuwe aflevering van Urbex Explore. Later!